Goedemiddag, welkom bij... Waar is de tekst? Ja, hij is er nu. Jammer. Ja. Doe nog een keer. Goedemiddag en welkom bij... Ik zie hem niet. Oh, zo. Ja. Nog een keer? Goedemiddag en welkom bij de eerste uitzending van Nieuwstapjournaal. Ik ben Anna en naast mij staat Tim. Vandaag in de uitzending. PABO-studenten afgewezen om hoofddoek. Het 25-jarige jubileum van de regionale omroep. En mazelen op de Bible Belt. Onlangs verscheen er een bericht over een PABO-studente die vanwege haar hoofddoek haar stage niet mocht uitvoeren. Het meisje legde haar verhaal voor aan de PvdA in Rotterdam. Daar waren ze geschokt van dit bericht en vroegen zich af, komt dit vaker voor? Wij van Nieuwslab spraken met een student die deze situatie zelf heeft meegemaakt. Nou, er werd mij eens gevraagd of ik tijdens werk mijn hoofddoek af kon doen en daarna weer gewoon om, maar dat wou ik niet. Ze zeiden van, daar verliezen we klanten mee en dat willen we niet. Ik vind het eigenlijk niet kunnen. Ik vind dat je mensen gewoon moet aannemen. Maakt niet uit wat ze op hebben, of ze een hoofddoek of een pet op hebben. Want jij bent zelf ook islamitisch? Ja, ik ben islamitisch, ik ben Irakees zelf. Antidiscriminatiebureau Radar ontvangt per jaar ongeveer 2 klachten van afgewezen stagiaires. Maar officiële protocollen voor het dragen van een hoofddoek in openbare functies zijn er nog steeds niet. Een PABO-docent reageert hierop. Als er een student geplaatst wordt door mij op een stage en het zou een student zijn met een hoofddoek, ik heb dat 1 keer gehad, dan ga ik dat wel melden. Aan de betreffende school, want ik vind dat die school intern daar dan iets over moet vinden. Als het vaak voorkomt, ja, dan kan het bijvoorbeeld iets met je zelfvertrouwen doen. Het is wel op zich geen leuk gevoel. Ik heb er zelfs om moeten huilen. Ik heb verder niks mee gedaan. Ik heb nergens aangegeven, of zo, alleen op school, dat ik geen stageplek kon vinden. Ik vind dat de grens ligt bij zichtbaarheid van het gezicht. Ik vind dat een PABO-student heel goed moet kunnen articuleren. Dat fysiek ze ook met haar gezichtsuitdrukking heel goed aanwezig moet zijn. Want ze zal kinderen iets moeten overbrengen. Dus de grens ligt daar. Okay. Verstaanbaarheid en zichtbaarheid. Ja. Zoals leerlingen met een pet of een muts in de klas. Hoe zien jullie dat? Daar ga ik juist, ben ik eigenlijk al wel wat meer rigide in. Tegen de jongens die naar hun stageschool gaan, zeg ik altijd, wees nou verstandig en doe die pet even af. Dat is handiger. Want dat is namelijk ook een voorbeeldfunctie voor de kinderen. Ja. Dus misschien is dat ook weer niet zo'n heel erg evenwichtig idee. Ik vind een hoofddoek heeft een spirituele en een overtuigingsachtergrond en een pet is mode. De regionale omroep bestaat 25 jaar. Dit werd gisteren gevierd in het Instituut van Beeld en Geluid te Hilversum. Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking, oftewel ROOS, had dit feest georganiseerd. Tijdens het jubileum blikken wij terug op het meeste bijgebleven moment en wat de toekomst nog gaat brengen. Daarom vroegen wij het meeste bijgebleven moment van de directeur van RTV Oost. Het was 13 mei in het jaar 2000 toen in Enschede de vuurwerkramp ontstond. En ik op een mooie zomerse zaterdagnamiddag in mijn tuin zat. En bij ons de zender hoorde van wat er in Enschede gaande was. En waarna we vervolgens langer dan 2 weken continu hebben uitgezonden. Dat was wel het moment, zeg maar, de periode met de grootste impact. Ja. De regionale omroep kijken ook veel naar elkaar. En zien elkaar meer als collega's dan concurrentie. Daarom de vraag. Welke omroep staat bij u in het hoogste van het lijstje? Nou, ik vind dat de Omroep Brabant op dit moment erg goed presteert op het gebied van online. Daar hebben ze echt volop ingezet. Het gaat wel iets wat ten laste van televisie en radio tegelijkertijd. Maar ze presteren erg goed en je ziet het aan de statistieken erg terug. Ze hebben ongeveer het dubbele van wat wij op dat gebied presteren. Dus ze hebben een keuze gemaakt, ze focussen erop en dat rendeert. Maar wij moeten dat gaan kopiëren van ze. Omroep. Nou ja, je snapt natuurlijk al dat dus RTV Oost bovenaan staat. Dat ligt al in de vraag besloten. De tweede is RTV Noord in Groningen. Ik vind het een zeer degelijk omroep. Een goede nieuwsvoorziening. En een grote mate van eigenheid. Dat vind ik belangrijk voor een regionale omroep. De regering bezuinigt veel op de omroepen. Dus zowel de landelijke als de regionale omroepen. Dus de NPO en ROOS krijgen hier veel mee te maken. De kleinere omroepen merken dat het nog meeste, maar waaraan merken ze dat? Je kan minder doen. Je moet keuzes maken. En dat is ons vak ook, om te leren kiezen. Dus je moet echt gewoon kritisch zijn op waar wil je in excelleren en wat laat je helemaal na. En dat is wel eens moeilijk hoor, voor onze organisaties, dat ze afleren om parels voor de zwijnen te maken. Nou ja, de budgetten nemen af. Enerzijds zeg maar de subsidie, de publieke subsidie. Anderzijds lopen ook de reclameinkomsten terug.
Dus al met al moeten we met veel minder geld doen. En dus we moeten heel goed kijken naar de budgetten die we hebben, het geld dat we besteden hebben. En we moeten hier en daar helaas voor snijden. Het aantal klachten over volle treinen is in de maand september flink toegenomen. De klachten komen vanuit het hele land. Door de overvolle treinen blijven er mensen op het perron achter, worden er mensen in de volle trein onwel en treedt er vertraging op bij het in- en uitstappen. De NS bezuinigt op materieel inzet. Ze proberen zoveel mogelijk te plannen dat een trein net lang genoeg is om de mensen te vervoeren die daarin moeten op zo'n moment. Maar soms komen er opeens veel meer mensen, bijvoorbeeld door een vertraging of een verstoring. En die kunnen dan niet altijd mee, of in ieder geval niet op hun gemak. We hebben nu op dit moment zo'n 1200 klachten via het meldpunt. Maar we hebben ook nog echt wel vele honderden via Twitter die ik nog niet heb kunnen verwerken. Je hebt bijvoorbeeld een sprintertje. Die zijn gemaakt om zoveel mogelijk mensen te laten staan. Dat is de bedoeling. Die trein is niet overvol als mensen staan. Dit moet van de NS. In de Intercity is het weer anders, want mensen kunnen zich daar niet goed vasthouden. Om heel eerlijk te zijn ben ik juist een beetje bang voor de toekomst. We hebben veel last van zaken zoals vertragingen, sneeuw en ProRail wil wissels gaan slopen. Waardoor er juist moeilijker met vertragingen omgegaan kan worden. Als NS niet ruimer gaat plannen. En dan ziet de toekomst er niet zo heel zonnig uit. Is groter dan geregistreerd is. Een woordvoerder van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu meldt dat het aantal gevallen van mazelen vele malen groter zijn dan de cijfers nu aangeven. 1540 patiënten met mazelen geregistreerd die dat opgelopen hebben in Nederland. Maar we krijgen uit diverse GGD-regio's signaal dat het een grote onderschatting is van het werkelijk aantal ziektegevallen. En we denken dat het wel 10 keer zoveel zou kunnen zijn in totaal. Dat betekent dat er op dit moment 1500 mensen daadwerkelijk mazelen hebben. Maar dat zijn het aantal meldingen. Dus er is wel sprake van een epidemie. Mm-hmm. En komt dat grootste deel dan uit de Bijbelbelt? Zo heet de belt dan? De mazelenepidemie speelt zich voornamelijk af in kringen rondom reformatorische scholen. En inderdaad in het gebied wat ook wel bekend staat als de Bijbelbelt. Hoe denkt u over niet inenten? Nou kijk, in Nederland hebben we een eigen wilsbeschikking. Je mag zelf weten wat je doet. Als je de mazelen niet wil krijgen, is een vaccinatie de beste bescherming. Want dan krijg je eigenlijk de facto geen mazelen. Dus dat is een heel goed systeem wat we hier hebben. Maar het is niet verplicht en dat zouden we ook niet willen, denk ik. En hoe gaan basisscholen in dat gebied daar dan mee om? Met zo'n vaccinatie. Nou, wat ik al zei, dit zijn reformatorische scholen, dus dat zijn niet gewone basisscholen, maar dat zijn basisscholen waarbij het niet gevaccineerd zijn niet heel merkwaardig is of zo. Dus die kennen dat systeem. Dat is een keuze. Hoe zit het eigenlijk met stille inentingen, de zogeheten inentingen die anoniem gebeuren? Weet u daar iets van af? Ik weet dat dat wel gebeurt. Er zijn moeders die bij de dokter komen en dan zeg maar onopvallend toch om een vaccinatie vragen. Dus daar heb ik daar verder niet van. Het lijkt wel dat dit anoniem inenten steeds vaker gebeurt. Er is ook gesproken met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, over het anoniem inenten. Meneer Van Rijn, hoe ver staan we af van het inschakelen van bijvoorbeeld de kinderbescherming als het gaat om de Bijbelbelt en het niet inenten van kinderen? Nou, laten we even vooropstellen dat opvoeding van kinderen natuurlijk ook echt de verantwoordelijkheid van ouders is. En wat de overheid kan doen is heel goed voorlichten en wijzen op voor- en nadelen. En zorgen dat dat heel duidelijk onder de aandacht van ouders is. Maar die moet uiteindelijk toch beslissen. Het aantal gevallen met mazelen stijgt nog steeds. En dan door naar de sport. Veel amateurs hebben het financieel niet makkelijk. De crisis speelt kennelijk ook door in het amateurvoetbal. Waardoor verschillende clubs moeilijk rondkomen. Ook is er een groot tekort aan vrijwilligers. De clubs zoeken samen naar een nieuwe oplossing. Wat me wel opvalt is dat bij wedstrijden vooral minder ouders komen kijken. Want ik had het gevoel dat vroeger meer ouders ook in de weekenden gewoon lekker bij hun kinderen kwamen kijken. En ik denk dat het lijkt nu net alsof ze meer druk zijn met hun eigen dingen. Werk misschien of andere dingen. En ik denk dat het ook een verschil is dat vroeger werkten niet beide ouders altijd van een... Van een gezin en dat zie je nu steeds vaker. Het aantal vrijwilligers dreigt terug te lopen. Ouders van de jeugd werken steeds meer en vaak werken beide ouders. Ook speelt geld een rol. Ouders hebben liever een baan erbij wat geld oplevert dan vrijwilligerswerk. Vaak is het toch, heeft het misschien meer te maken met vrijwilligers voor bij wedstrijden om te vlaggen of te fluiten. Ik merk dat daar nog echt wel een beperking in zit af en toe.
Noodgeleide clubs moeten vaak noodgedwongen fuseren om het hoofd boven water te houden. Goed voor elkaar. Alleen wat ik wel mis is voor jongens zoals in dit team. Die hebben dan bijvoorbeeld geen trainingspakken en in hogere teams wel. Dus. En dan nu het weerbericht. Gisteren is het vrijwel de hele dag bevolkt geweest met een gemiddelde temperatuur van 19 graden. In verschillende delen van Nederland was er matige tot zware regenval, wat leidde tot overlast. Tot nu toe is er een gemiddelde regenval van 60 mm in september. En dan nu naar het weer van morgen. In de nacht en de ochtend zullen we te maken krijgen met temperaturen van rond de 14 graden en gaan er lokaal lichte mistbanken plaatsvinden. Later op de dag zal de temperatuur gemiddeld de 21 graden bereiken met kans op een bui. Het staat een sterke zuidwestenwind met windkracht 4 tot 6. Als we dan gaan kijken naar het weer in het weekend, verandert er weinig en blijft het er somber uitzien. Gemiddelde temperatuur van 15 graden met windkracht 3 tot 6, waardoor het gevoelstemperatuur lager kan aanvoelen. Volgende week gaat het er weer iets minder herfstig uitzien en komt er weer meer zon tevoorschijn, zoals je kunt zien. Dit was het Nieuwslab Journaal voor vandaag. Graag tot de volgende keer, want dan zijn we er weer.